Hey mensen en welkom bij een nieuw item op Banyotown. Het heet Chill Zaterdag. Chill Zaterdag. En wat gaan we doen? Heel simpel, we gaan ouderwetse spelletjes spelen. Het kan van alles zijn. Dit keer spelen wij Jokie. Goki. Oké, op naar de intro als we die hebben. Chill Zaterdag. En dan vragen wij natuurlijk af, hoe goedkoop is dit spel? Nou, 5 euro. 5 euro? Wat, dat is nog duur hoor, fucking okay. 5 euro voor kappen. Kleine tijlen! Attention, petite piece. Las pizzas per quinta, piccolo party. En hier is het een beschrijving bij Tumbling Tower. Tumbling... Wakkeldoorn! Toren de Acalibrio. Het is Frans. Dat weet ik veel. Doe dan het meest in een Frans accent. Ja, overal nee, dat is niet Frans. Dit is... Okay, zullen we gaan spelen? Dat is Tour de Chachalante. Zullen we spelen? Ja, oké. Okay. Je weet hoe dat ding nog wat gegroeid ja, is. Hoe werkt het? Waarom zijn die kleurtjes zo? Oké, okay, nou dat is alleen maar voor de kleurtjes. En wat je doet is zeg maar, je doet zo. Ja. En ik zie mij nu falen, want het gaat nu wel slecht. Maar volgens mij moet je dit heel snel doen. En dan moet je dus zo'n blokje moet je eruit halen. Ja, ja. En dan moet je hem er bovenop zetten. Oké. Okay. Ja. Even een vraagje: mag je de toren vasthouden? Nee, als je dat mag niet. Nee, dat mag niet. Dat moet met één vinger. Dus nee, je mag alleen het blokje raken. Zo, nee, je mag er wel zo pakken. Ik weet niet. Is het per kleur of niet? Ja, je mag met twee vingers tegelijk. Ah, oké, mag dat. Oké. Dat is precies. Waarom hou je het van? Om dat moeilijker te maken voor andere mensen. Wat moet de verliezer doen? De andere dood. Het verliezen moet dood. Oh. Jordi trilt zo erg. Verdomme. Ik ga niet. Moet ik dan? Dan gaan we zo naar elkaar uitremmen. Oké. Dat ik omliste. We gaan aan de andere kant weg. Is toch logischer? Ik dacht, ik maak het direct moeilijk, zeg maar. Maakt niet uit welke kleur je pakt. Nee, maar nee. Het is gewoon voor de sier, joh. Dan krijgen ze altijd allemaal mooie kleurtjes. Oh nee. Oh nee, waarom lukt je dat? Laten we liedjes gaan zingen als je niet pakken. Haringen, spotwitte brood. Oké. En wanneer ben je eigenlijk af? Als je de hele als het toren omvalt, ben je een loser. Daar komt het eigenlijk op neer. De toren wordt natuurlijk steeds hoger, dat zie je ook al. Ja, dat snap ik. Dat is logisch nadenken. Hij pek, jongen. Ik haal die halve dingen spelen. Je moet niet de hele toren bewegen. Ja, joh, je moet alleen één blokje, niet de rest van de toren. Oh, ik pek, jongen. Ik zat even te wachten op het moment dat jij me gewoon recht. Jullie moeten die schouders van die tafel afhalen. Want op het moment dat je met die schouders gaat duwen, dan valt dat ding op de tafel. Die neem ik niet. Waarom pak je die? Nee, maar dat is een regel. Als je eentje hebt, heb je niet uitgelegd. Dus dat kan niet. Oké. Maar vanaf nu een regel, eenmaal aangeraakt, moet je hem eruit halen. Fuck jou! Wat is dit nou weer? Holy shit, ik zit echt veel te ver voor. Ik ben niet stabiel met links. Links! Nee. Anus. Ja, nu gaat hij vallen bij mij, ja. Hij moet er nog op, hè. Hij staat nog op onstabiel. Wow, yeah. Ja, oké, Jordi. Oké, dit is echt... Even voor de kijkers thuis, die zeggen, ik doe spullen thuis, want het is veel makkelijker. Mag ik er nu op tafel? Nee, even. Kijk, voor de kijkers thuis, je speelt normaal Jenga. Die blokjes zijn veel groter, daar is het veel makkelijker. Anus! Ah, fuck. Ah, fuck. Maak je verhaal maar af, Jordi. Ja, ga niet verder. Nou, Jenga blokjes zijn veel groter, dit is veel moeilijker. Kleine blokjes, hoe moeilijk het wordt, hè? Ja, dat is waar. Denk ik wel. Maar Jordi is de loser. Dan moet er nog een... Ja. Jordi mag een toren opnieuw bouwen. Maar dit keer mag iemand anders beginnen, zeg maar. Oké. Nou, hij staat weer. Jullie twee dan maar? Ja, Rick, ik zeg... Voor de titel van blokkenstapelaar. Ik zeg, ga de gang. Ga de gang. Nou, Jordi heeft hem wel gebouwd, dus je ziet hij valt eigenlijk direct al om. Laten we afspreken als je niet meer met je arm op tafel mag komen? Nee, dat is fijn. Ja, wel als je zelf speelt, dan mag het wel. Maar niet meer met je handen boven tafel. Okay. Tafel is instabiel, is de pest. Instabiel. Het maakt je aangeraakt, hè? Kamerregels. Instabiel. Je flikt hem om, joh. Kamerregels. Ik ben. Oh, ga ik down? Zijde kant. Kun je niet dit ding gebruiken? Niet met je handen op tafel! Niet met je handen op tafel! Even prikken! Hé, hey, ik heb de toren nog steeds in mijn handen. Zet hem erop, hier, zet hem erop. Ah, joh, je bent af. Oké, dus speel maar door. Duidelijk speel maar door. Goed gespeeld, jongen. Het was een moeilijke strijd, het was heel intensief. En Rick, omdat jij zo goed gespeeld hebt, hebben we voor jou een speciale prijs. Namelijk een gouden medaille van chocola! Jenga. Spelen. Ik kan hem misschien niet doen op je kop. Doe hem op je penis, weet ik veel wat net gaat. Hey! Applaus! En aan jou de eer om deze aflevering af te sluiten. Jongens, bedankt voor het kijken. Jullie hebben gezien hoe ik de titel Blokkenmeester heb gekregen. Kijk volgende week zeker weer bij een nieuwe Chillen Zaterdag, waarin we een nieuw fantastisch spel gaan doen. Laat zeker ook een reactie achter als je zegt, hey,
dit spel wil ik zien bij Chillen Zaterdag, dan houden we er rekening mee. Dat je moeilijk zit een ding voor omhoog, maar geef even een blauw duimpje omhoog en dan zien we jullie volgende week bij een nieuwe Chillen Zaterdag. Tot ziens!